iedere doos en iedere item checken jullie. Ja, ja. 100%. Ja. Maar na een bepaalde tijd, dit kunnen we niet lang volhouden, hè? Na een bepaalde tijd gaan we aanstelling doen. Want de boer zelf, en daar zijn we in gesprek, moet een kwaliteitsmanager hebben. En zij moeten dit alles doen. Ja? Ja. En dan gaan we op termijn aanstelling moeten doen. Want dit is niet fout. Nee. Ja, ja. En dit is een... Weet je hoeveel subsidie wij geven nu aan de boer? Als ik al deze kosten in rekening moet brengen, en dan een paar mensen die jullie hoor. Ja, ja, laat die doen niks. Subsidie, subsidie. Wat voor hoeveel subsidie is dit? Ja, dat? Maar het is gewoon op termijn in dit geval. Maar dan moet je kijken naar de meer worden. Ja, maar dat is pura plata. Het is pura plata. Ja, maar ik ben niet zo. Wat is pura plata? Ja, 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 voor zekerheid, hè? Voor de insecten. Voor de insecten. Voor zekerheid. Weghalen. Ja. Als je zo ziet, met bloot ogen kan je ook niet zien, maar daarom. Ik heb voor zekerheid weggehaald. Met eigenlijk heel veel naast praten, hè? Daar kan ik beter zien. Ja. Met bloot ogen kan je niks zien. Oké. Maar daarom, ik haal voor zekerheid. Nou, wanneer we bij komen, dan vragen we zo naar de exporteur, naar zijn exportlijst. En dan weten we aan toe wanneer meer tijd in beslag komt te inspecteren. Dus dan beginnen we eerst met het inspecteren van aan toe. En meestal daarvoor gebruiken we een vergrootglas. En dan kijken we één voor één onder die bladeren of we een plaag of een ziekte, in dit geval een plaag, die plantenquarantaine plaag, Spodoptera of die Trypspalmie. En wanneer het vrij is van die twee voornamelijk, dat ze van plantenquarantaine importatie zijn van Nederland voor de EU. Als ze vrij zijn, wij zetten ons op die apart. Het is een 100% controle voor de tuinbeheer nu. Vanuit dat het meer tijd in beslag neemt. We hebben een proef gedaan. Per doos neemt het ongeveer 20 tot 25 minuten per persoon. Om zo'n box van 17 kilo 100% te doen. Met twee personen, dan is het tussen 10 en 15 minuten. Om één doos 100% te doen. Zijn er maar gevallen voor gekomen dat jullie hebben afgekeurd? Nee. In bepaalde dozen, afhankelijk van de behandeling, treffen we wel dode organismen. En zo'n doos, dan stoppen we met de inspectie. Daarna moet de boer dan gaan we door met de volgende doos. Dan moet de boer dan, wanneer we klaar zijn met onze inspectie, dan krijgt de boer dan de ruimte, als er tijd is, om die doos een extra behandeling te doen. Willen we halen van een paar boxen. En na de inspectie wordt het afgesloten. Mag het niet meer open? Nee, dan mag het niet meer open. Wat is dan het kenmerk dat het gecontroleerd is? We werken naar een kenmerk, naar een soort stempel, om te kunnen aangeven dat zo'n doos al geïnspecteerd is en dat die vrij is gegeven om geëxporteerd te mogen worden. Het probleem is echter op Sanderij, dan heb je weer een tussenstop dat de dozen weer opengemaakt kunnen worden door de Amerikanen. Want zij doen een andere soort inspectie. Ja. Waar hij zijn behandeling geeft. En
In de andere ruimte vindt de inspectie plaats. De verpakking en de inspectie plaats. En van hieruit, na verpakking gaan ze naar koeling. En wanneer ze gearriveerd zijn voor een inspectie, dan worden ze hier gebracht om geïnspecteerd te worden. En vervolgens via het SF-systeem hier naar buiten te gaan om gelaten te worden in een transport, voor transport naar het andere. Ten derde heb ik doorgegeven. Hij en nog een paar, nog één of twee mensen moesten naar een hoognodige conferentie gaan. Toch? Dat is wel nodig. Maar nu heb ik gezien dat dit alles moet stoppen. Sommigen vinden het niet leuk. Maar ik ben open daarover. Na die controle, na 13 december, kunnen ze extra conferenties gaan. Ja, daar vraag ik allemaal begrip voor. En dat zeg je als team praat ik ook over die dingen, hoor. Ja. Ja, heel open. Ja. Nee, al dat is natuurlijk.